mijn god, dit is zo eng. Nee, Engels is de normering zo laag. Oh my god, dat echt mensen zeggen dat ze gezakt zijn. Bart zit in mijn kont, pa. Ik heb allerlei stressende dingen. Ik zou het nog even houden, want... Oh, je is zwaar, hè? Schijnt. Ja, ik zweer het. Had je voor wiskunde ook een voldoende? Goedemorgen jongens, oh mijn god. Oh mijn god. Oké, goedemorgen. Of moet ik zeggen slechte morgen? Vandaag is het woensdag 14 juni. En vandaag krijg ik de uitslag van mijn examen. Ik ben letterlijk net wakker. Het is 11 uur of zo. En de normeringen staan erop. En dat bepaalt letterlijk of ik geslaagd ben of niet. Dus ik ga nu kijken. Ik heb telkens een beetje mijn cijfers berekend met de normering van vorig jaar. Dus ik ga gewoon telkens kijken of het een beetje hetzelfde is. Oh mijn god, jongens. Ik ben letterlijk net wakker. Ik zie er ook van ellende niet uit. Oh mijn god, dit is zo eng. Oké, ik ga als eerst economie kijken. De normeringen staan erop. Ik zou er niet naar kijken hoor. Oh nee, wacht. Het staat er niet eens. Oh, oh my god. Frans is een normering van 1. En met de normering van... Ik heb hier een hele lijst. Oh jongens, ik ben zo bang. Vorig jaar was de normering ook 1. Dus dan heb ik een 5,3 voor Frans. Had ik berekend. Oh, oei. Nee, Engels is de normering zo laag. Oh, oh nee. Hij is maar... Oh, oh my god. De normering was voor Engels maar 0,4. Maar vorig jaar was hij 0,5. De N-term. Dus ik had berekend met de N-term voor vorig jaar had ik een 6 volgens mij. Dus dan heb ik nu waarschijnlijk een 5,8. Oh mijn god. Ik dacht echt... Ik dacht echt dat vorig jaar de N-term 1 was of zo. Oké, Spaans. Spaans gaat mij denk ik zo hard redden, jongens. Spaans, de N-term 1,3. Vorig jaar was hij maar 1,1. Dus hij is veel hoger. Dus voor Spaans heb ik echt een 8. Oh my god. Oh my god. Oké, economie. Economie is ook 1,5. Dat is fucking hoog. Oh nee, vorig jaar was hij ook 1,5. Dan heb ik dus een 6 voor economie. Wiskunde! Oh mijn god! Wiskunde. Even kijken hoor. Als wiskunde nu slecht is, dan heb ik wel 2 onvoldoendes gehaald. 1,1 was hij vorig jaar, nu 1,2. Vorig jaar had ik een 5,1 en dus heb ik nu een 5,3. Dus ik heb 2 keer een 5,3 gehaald op mijn examen. Oh, maar dan heb ik het wel gehaald volgens mij. Oh, maar ik durf het niet te zeggen. Oh... Jongens, het is zo spannend. Ik ben ook gewoon zo moe. Misschien dat ik gewoon nog verder ga slapen. Oh my god. Wat is er, Sam? Wat is er? Nee, grapje. Nee. De normeringen staan erom, dus dan kom ik mijn cijfers berekenen. Ah, oh, wat goed. Ik heb waarschijnlijk een 8 voor Spaans. 5,3 voor wiskunde, 5,3 voor Frans, 5,8 voor Engels, 6 voor economie. Oh, en Nederlands moet ik nog checken. Nederlands was vorig jaar 0,8. Ja, voor Nederlands heb ik ook al sowieso voldoende. Oh, oké. Okay. Oh, jongens, het is gewoon echt afwachten. Vandaag worden dus tussen 2 en 3 de gezakte gebeld. En vanaf 3 de geslaagde. Ik kon dit gewoon niet aan. Oké. Even, ik ga terug mijn bed in. En dan kijk ik wel. Oké, ik heb dus net even mijn haar gedaan. Met... Die föhn, nou, het is niet echt iets heel boeiends. Maar ik was gewoon even de tijd aan het dooien. En ik heb even lekker gedoucht. En mijn koffer uitgeruimd. En ik ga nu even ontbijten. Ik heb zoveel honger. Hoor niet goed. Nou, we hebben dus geen moer van eten in huis. Want we zijn natuurlijk op vakantie geweest. Dus mijn moeder gaat straks even boodschappen doen. Maar dan ga ik ondertussen maar even mijn make-up doen. Ja, ik moet gewoon de tijd dooien. Dus, dat gaan we nu even doen. Klaargemaakt. Ik lijk super wit mijn gezicht zeg. Oké. En nu is het echt gewoon wachten. Het is echt wachten. Het is nu 1 uur. Vanaf 2 worden de gezakten gebeld. En vanaf 3 de geslaagden. Jongens, ik kan het echt niet meer aan. Het is nu 2:15. Ik heb net de hele tijd aan de lijn gezeten met Ticketmaster. Want zondag gaan ik, mama en meiden naar Beyoncé. Fucking leuk. Maar er ging even een beetje wat fout. Dus dat heb ik nu net gefixt. Het is ook bloedheet. Ik zit nu maar in de tuin wel van de schaduw. Want ik ben klaar met die kutschoen. Oh my god, jongens. Ik heb net een TikTok geplaatst. Met deze sound ook. Dat ik aan het wachten ben op de uitslag. En dat de tijd zo sloom gaat. Maar ik krijg zoveel reacties van mensen. Iemand zegt sterkte. Ik ben gezakt met 0,1. 0,2 bedoel ik.
Dat vind ik altijd zo zielig. Ja. Oké, allemaal mensen zeggen ook, ik ben geslaagd en zo. Geslaagd met een 9 voor Engels. Oh, ik ben zo bang. Oh my god, dat echt mensen zeggen dat ze gezakt zijn. Iemand zegt, Mart zit in mijn kompa. Jongens, dit is 2 uur. Wordt gek, jongens. Hoe gaat het ermee? Ik heb allerlei stressende dingen. Wat dan? Mijn dochter die zo de uitslag krijgt. Een auto die in de prak is gereden. Oh ja. Hoe is het met Maite? Ik hou het niet meer. Nee, mooi. Ik zou het nog even houden, want dan ben je dus geslaagd, hè? Schijnt. Echt? Ja, als je over een kwartier wordt gebeld. Het is ook bloedverziekend heet. Ik zweet me rot. Overal waar ik zit de zon. Oh, ik haat dit. Jongens, nog 2 minuten. En dan is het 3 uur. En ze zeggen dat ze vanaf 3 uur de geslaagde gaan bellen dus. Oh, ik ben ook mezelf helemaal aan het opfokken. Want we met allemaal mensen aan het praten. En de ene is al wel gebeld. En de andere niet. En die heeft wel een herkansing. En die is er geslaagd. En dat wordt gek hiervan. Jongens, het is 3 uur. I hope it. Ik ben nou benieuwd of ze dan mij gaan bellen of mama. Kijk hoe leuk, jongens, je hoort iedereen. Allemaal. Kijk hoe leuk het is. Dat ze geslaagd zijn. Zijn weg! Wat voor cijfers heb je of zei ze dat niet? Ja, dat zegt hij. Hij zegt, je bent met 0 onvoldoende. Hou je bek. Ja, ik zweer het. Had je voor wiskunde ook een voldoende? Ik zei, hoi. Toen zei hij, gefeliciteerd. Nee, maar je bent geslaagd. Je hebt 0 onvoldoende. Ik was al aan het gillen. Ik was gewoon blij. Oh mijn god. 11 minutes later. Ik ben dus geslaagd! I did it! En ze zei met 0 onvoldoendes op mijn eindlijst. Dus ik kan morgen mijn cijferlijst ophalen. Ik ben echt super benieuwd wat ik uiteindelijk nou allemaal heb gehaald. Maar voor nu heb ik lekker vakantie en ben ik geslaagd! Net kwam even mijn tante. Ik heb super lief popcorn met een bioscoopbon gehad. En ik weet niet wat dit is. Mama is nu nog even de slingers aan het ophangen. We hebben ook een heerlijk taart gegeten. Dus nou, morgen moet ik dus nog naar school. En dan ga ik mijn cijferlijst ophalen. Ik ben echt heel benieuwd. En dan heb ik dus gewoon officieel vakantie. Ik kan het niet geloven. Maar het is echt zo. Het is vandaag de volgende dag. De dag na mijn uitslag. 15 juni. Ik moet straks naar school toe. Om mijn cijferlijst op te halen. Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. En ik ben gewoon fucking geslaagd en ik heb gewoon vakantie. Ik besef het echt niet. I'm home. En ik heb mijn cijferlijst mee. Ik heb hem hier. En het is echt best wel anders dan wat ik had uitgerekend. Tenminste, ja, allebei eigenlijk. Oké, ik zal... Kijk, zo ziet het eruit. Een papiertje. Ik vind het wel een beetje stom dat ze niet even leuk in een mapje hebben gedaan of zo. Oké. Dan heb ik zeg maar voor mijn schoolexamens, dus dat waren gewoon mijn gemiddeldes voordat ik mijn examens inging, had ik voor Nederlands een 6,6, voor Engels een 6, voor kunstvakken een voldoende, voor maatschappijleer een 6,8, chem een voldoende, wiskunde een 5,8, economie een 6,6, horeca een 6,5, Frans een 6,9, Spaans een 7,9 en nog andere dingen van horeca een 7. Dus ik ging echt best wel heel erg goed mijn examens in. En voor mijn centraal examens heb ik gehaald
Voor Nederlands een 6,5. Voor Engels een 5,3. En ik had dus berekend dat ik iets van een 5,8 zou hebben. Maar die normering was echt heel erg laag. Dus dan klopt het ongeveer wel. Maar dat is afgerond dus wel gewoon een 6. Even kijken. Voor wiskunde had ik voor mijn examen 5,4. Echt fucking genaaid. Hoe heet het? Ik had dus aan het einde van mijn wiskundetoets. Het hele examen hadden we geen Pythagoras moeten gebruiken. En ze zeiden bij elke wiskundeles van, nou, die moet je echt goed weten. Dat komt 100% op je examen. En ik, je zat, had zeg maar zo'n soort driehoek. En dan kon je dus iets van tangens, weet je wel, cosinus of bla bla bla. Of dus Pythagoras gebruiken. Maar ik dacht, je kan hier gewoon Pythagoras gebruiken. En dat moet dus ook. Maar je moest dus iets van, niet een zijde, maar een hoek berekenen. En dat moet je natuurlijk helemaal niet met Pythagoras doen. Dus dat had ik dus verkeerd gedaan. Maar ik had ook geen tijd meer. En ik dacht gewoon, ik moet Pythagoras doen. Zo zonde, die was echt nog 3 punten waard. Dus als ik die gewoon goed had gedaan, dan had ik hem voldoende. Maar goed, hè, ik ben gewoon geslaagd. En het is afgerond een 6. Economie had ik een 6,2 voor mijn examen. Horeca had ik een 5,6 voor mijn examen. Frans had ik een 5,2 voor mijn examen. Daar was ik echt verbaasd over. Want Frans en Spaans is echt één van mijn beste vakken. En Frans had ik echt wel gewoon verwacht dat ik dat zou halen. Maar... En voor Spaans had ik een 6,9 voor mijn examen. Dus, dat is mijn lijst. Dus ik ben helemaal tevreden. Ik vind het dikke prima. Ik ben gewoon geslaagd. Het boeit me ook eigenlijk niet zoveel. Dus ik heb nu gewoon lekker vakantie. En ja, dit was het jongens. Laat even in de reacties weten of jullie dit jaar examen hebben gedaan. En hoe het is gegaan. Of jullie geslaagd zijn. En laat ook even weten of jullie deze serie een beetje leuk vonden. Om te kijken hoe mijn examenproces ging. En dan was dit het alweer. Oké. Ik hou van jullie. Adios. Vamos. Later.